De eerste reportage van de reportagedienst van de NBS, de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Bevrijd Holland. Dames en heren, ik hoop dat u het gejuich hoort. Op het ogenblik verlaten de geallieerde officieren, naar ik meen, het stadhuis en worden door de bevolking toegejuicht. U hoort het gezang van de menigte. Het eerste Canadese legerkorps is in Rotterdam aangekomen om de machtsoverdracht te regelen. Loet van der Vorm is met zijn camera op de Bourgoense Vliet. Daar staat een Canadese jeep en de chauffeur en een burger komen met een Duitse officier uit een huis en rijden weer weg met een andere Duitse officier. Er moest dus iets geregeld worden met de voormalige bezetter. Overal werden feestjes georganiseerd. Dit is een kampement van de Canadezen aan de Bourgoense Vliet, vlakbij de Huismansstraat. Hieruit blijkt dat ook op Zuid een groot contingent Canadezen was gelegerd. Het is zowel speelplaats voor kinderen als een interessante wandelroute voor volwassenen. Loet van der Vorm laat zich hier filmen op een lichte patrouillewagen. Harmonievereniging Hermandad. Er staan hier ontzaglijke schaar mensen in afwachting van iets, ik weet niet van wat. We zagen hier een hoop mensen staan, we zijn er maar eens bij gaan staan. We zijn een beetje verlaat doordat we net de reden van Churchill uitgezonden hebben voor geallieerde officieren aan het hoofdkwartier. Die wilden graag luisteren, onze reportagewagen stond daar. Een lange rij transportvoertuigen van het Amerikaanse merk GMC. Hier, eindje verder op de Coolsingel staan een hoop mensen in een kring te dansen op de maat van de muziek. Er komen hier geregeld geallieerde wagens voorbij, ik geloof er weer iets aankomt. De politie probeert hier de mensen op de stoep te houden. Het is zaterdag 9 juni. 5000 militairen van de Canadese 1e Infanteriedivisie gaan een parade houden. En dit moet het startschot voor die parade zijn geweest. Loet van der Vorm staat nu met zijn camera op de Vier Ambachtstraat, hoek Gerrit-Jan Mulderstraat. Op de Hemraadsingel staat een podium waarop generaal Fox van het legerkorps en burgemeester Oud de parade afnemen. Er passeert een grote variatie aan licht gepantserde patrouillevoertuigen met diverse wapens. Motorordonnance. Zogenaamde Bren Gun Carriers voor vervoer van personeel en materieel. Wat me opvalt is dat het publiek wel onder de indruk is van de stoet, maar niet meer zo uitgelaten als in de eerste dagen na de bevrijding. De Canadezen waren hier dan ook al een maand in de stad gelegerd. Dit zijn getrokken houwitsers. Dat zijn speciale kanonnen die met een kromme baan over de eigen stellingen heen kunnen schieten. En mobiele houwitsers. Het Canadese leger was onderdeel van de geallieerde bevrijdingslegers en laat de Nederlanders hier zien wat het in huis heeft. Naderhand zal Nederland als dank bij Canada een rekening indienen voor het verblijf in ons land. Alleen al voor de huisvesting $40.000 per maand. En dat terwijl Canada ons voor meer dan $100 miljoen aan kredieten verstrekte. Bofors 40 mm luchtafweergeschut. Vierling luchtafweergeschut. Dat gaf met hoge vuursnelheid een gespreid vuur tegen laagvliegende vliegtuigen. Het Canadese leger had een Schots drum- en pijperkorps met kugelzakken.
Naast muziek maken hadden de leden ondersteunende taken in het legerkorps. Minder spectaculair, maar een infanteriedivisie bestond nou eenmaal voor het grootste deel uit voetvolken. Dit is een geïmproviseerd monument op de hoek van de Goerese straat en de Pleinweg. Op last van de Duitsers werden hier op 12 maart om 10:30 20 verzetsmensen als represaille doodgeschoten in een ondiepe bouwput. De lijken bleven onder politiebewaking tot 4:00 middags liggen, zodat iedere voorbijganger ze zou zien. Loet van der Vorm filmt in de Paradijslaan een begrafenisstoet van leden van de Binnenlandse Strijdkrachten op weg naar begraafplaats Krooswijk. Daar werden gesneuvelde Rotterdamse verzetsmensen in een apart vak, maar bij elkaar, begraven of herbegraven. Het was niet te achterhalen wie deze twee gesneuvelden waren. Een vriendschappelijke voetbalwedstrijd op het terrein van Tot Ons Genoegen aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Zuid. Innige verhoudingen tussen de Canadese en Hollandse meisjes. Ons Genoegen speelt tegen een Canadees team van militairen die in de buurt gelegerd waren in de kleuterschool en langs de Bourgoense Vliet. Oud-bestuurslid Bram Borstlap van Ons Genoegen schreef hierover: daar het terrein niet van een afrastering was voorzien, konden we geen entree heffen, waarom we met wekflessen collecteerden. De muziekvereniging Crescendo zorgde voor de begeleidingsmuziek.